alles voor de achievements. Ja, ik heb een paar bedraden Xbox controllers en ik heb geloof ik 3 draadloze PlayStation 3 controllers liggen die ik ook op mijn PC kan aansluiten, dus facepalm. Zijn we hier weer. Hump de wal. Kijk, hier staat het schema op Facebook of via de e-mail. Ik heb het idee dat ik hier vaak dood ga. Nee. Oh, hij beweegt. Deze zie ik dan niet. En daar gaat het over. Ideetje. Werkt. Ik denk ook als we gewoon serieus gewoon elke dag gewoon blijven streamen, dat het ook gewoon zo makkelijk is om gewoon likes te krijgen. En ook nog eens een keer om gewoon veel meer fans via Twitch kennis te laten maken. Of zit ik nou gewoon verkeerd te denken? Het lijkt een portal. Anti-gravity. Of zoiets. Anti-graviteit. Inderdaad, Wiki, het is al een vette community. Ja, met hoe meer we allemaal doen, hoe vetter die wordt, toch? Why you fly away?
circa als het gewoon is zoals vandaag, kan ik het gewoon elke avond overnemen. Knap 9 uur, laat maar zeggen. Ik kan sowieso elke dag vanaf 7 uur, 8 uur. En ik wil best gewoon vanaf, laat maar zeggen, een uur van uur 7 of 8 kan, wil ik best dat gewoon 1 of 2 uur s'nachts doorgaan als het moet. Zolang mensen me niet wakker van worden hier zo. Hey, ik ben een gamer, hè? Een beetje gamer die gaat s'nachts door. Ik denk 3-4 uur. Ik denk dat ik wel tegen een uur of 1, half 2 een beetje zo'n beetje stop als iedereen naar bed gaat. Dan ga ik gewoon lekker anime kijken ofzo. Ja, ik ga voor 4 uur mijn bed nog niet in. Hey Oxy, de Sims is ook Wiki zo'n, laten we zeggen, 5 uur per dag max. In het weekend meer, dan slaap ik meestal 12 uur per dag of zo. En het ligt er een beetje aan, want zoals nu heb ik gewoon op maandag tot woensdag ben ik gewoon niet naar school geweest. Heb ik ook 12 uur liggen slapen in bed, dus ja. Tuurlijk, sir. Ik blijf nog wel doorgaan als het moet, hoor. Je moet maar gewoon roepen wanneer jij wil streamen. Of wanneer jij het wil. Ik heb zo'n idee dat we bijna bij het einde zijn, maar ja, ik kan het wel gewoon de hele nacht vullen, hoor. Ik heb nog zat spellen. Oh mijn god. Een simstream. Wat krijgen we dan? Emiel die samen met mij een familie heeft ofzo. Daar geef ik je gelijk in opties. One big happy family. Knopje. Flybox, fly! Vlieg! Niet terug. Ja, natuurlijk. Ik neem gelijk wel op. Ik neem wel op van je belt. Ik heb een doos die kan vliegen. Vliegdoos, vlieg. Ah. Oh.
Hoi. Hallo, sir. Jesper. Peter. 6 seconden, hallo, dat moet je doen. Ah. Hij stond in de buurt, hij stond binnen. Zurgie. Goedendag, beste streamers. Goedendag, beste streamers en kijkerskinderen. Rar, het is een zurk en een draak. Oké, die was best slecht. Rar. Je bent geen piraat. Niet Zerg Dragon. Dragon Dus. Zerg. Ik weet ook wel best wel ironisch is. Wat dan? Het is die Ultimate Zerg, maar ik speel meer met Protoss dan met Zerg. Protoss is mijn main. Ik speel vooral veel random, dus ja. Zerg was mijn main. Zerg flew in. Zerg is awesome. Tot het gewoon, tot het uiteindelijk gewoon is in late game, laat me zeggen, Ultralisk, Ultralisk, Ultralisk en je wint. Ja, het is alleen jammer dat zoveel mensen gaan sixpoolen. Ja, StarCraft, Peter. Sixpool, dat doe ik alleen nog maar 4v4, man. Mickey. Wat doen we niet? Wat zeggen we niet? Protoss zijn nog steeds baas, man. Tegen Terran moet je gewoon. Hoe heet die grote dingen ook weer? Met die drie lasers, of met die lasers, drie poten. Die tripod. Die heeft een naam bij. Ik ook. Zijn van even die tripods en alles. Ja, die zijn gewoon zo OP tegen Terran en Zerg. Tegen Zerg op bitrate is gewoon alles. En tegen Terran is het gewoon van. Oh, jij gaat squishy. Nou, dan heb ik deze. Zelfs hoe heet dat? Wat is het weer? Ik zet even starten. Nou, toch wel bellen. Gelijk wel lekker een potje. Gewoon die main troepen van dit Protoss. Die kunnen ook als super als je ze volledig hebt gekregen. Stalkers. Nee, niet stalkers. Zealots. Skelets. Oh mijn god, Zealot Argon, dat is zo OP. Mijn desktop zat vol met allemaal van die pictures van Good Guy Rome. Allemaal fan dat dat nooit geüpgraded is. Of nooit geüpdate is. Ze hebben de launcher geüpdate. Ziet er wel mooi uit. Hij zit alleen een beetje hard. Ze krijgen ze meteen over mij. Gelijk mute en shit. Ja, iedereen begint gelijk van StarCraft StarCraft is voor geeks. zuigt. Ga de campaign spelen. Dat ligt denk ik echt aan wat je gewend bent, eerlijk gezegd. Precies. Ik vind de campaign echt baas. Zo het zal. Ja, de campaign is sowieso geweldig. Die heb ik gewoon echt helemaal uitgespeeld. Ik heb geloof ik echt alle achievements er nu voor ook. Oké. Zo die hard ben ik. Ik ben nu bezig met hoe ik dat hardcore. hardcore. Ik heb hem helemaal uitgespeeld op de allermoeilijkste in ieder geval. Oké. Hij is aan het laden. Jij zit op de EU-server, toch? Ik En ben ik krijg nog een keer stakker binnen. Ah. Gewoon met dezelfde marathon. Jongen, doe eens even niet zo hard. Zeg eens iets, man. Ik? Nee, StarCraft. Oh man. Wat kleur is. Oh.